In Brussel ligt je nauw aan het hart? Je bruist van de ideeën om het hier nog aangenamer, veiliger, gezonder of efficiënter te maken? Vanaf nu kan een idee van jou het voorwerp van debat vormen tussen burgers en parlementariërs in het parlement. Want op het digitaal platform democratie.brussels kunnen alle Brusselaars voortaan burgervoorstellen indienen. Ook als je maar pas 16 bent geworden. Over vele voorstellen zal in het parlement druk gedebatteerd worden en sommige zullen zelfs de basis vormen van nieuwe wetten en op de tafel van de regering terechtkomen. Hoe gaat het in zijn werk? Stel, je hebt een voorstel. Je dient het in op democratie.brussels. Dat voorstel kan gaan over de werkstelling, gezondheid, cultuur, veiligheid, mobiliteit, wonen, noem maar op. Kijk, daar is het, maar alleen nog maar voor jou zichtbaar op het platform. Eerst moet je 99 Brusselaars vinden die je steunen. Eenmaal je hun handtekeningen hebt, verschijnt je voorstel voor iedereen. Vanaf dat moment kan iedereen die dat wil jouw idee meesteunen. Als je erin slaagt in totaal duizend handtekeningen te verzamelen, dan kan het parlement een overlegcommissie oprichten. Daarin zitten voor één vierde parlementsleden en voor drie vierde Brusselse burgers die door loting werden bepaald. Na de besprekingen in de overlegcommissie tussen parlementsleden en burgers, volgt jouw voorstel het normale parlementaire pad. De aanbevelingen van de commissie zullen sowieso invloed hebben op het leven van de Brusselaars. Dankzij jou. De bal ligt dus in jouw kamp. We kijken uit naar jouw burgervoorstel. Democratie.brussels is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement francophone Bruxelles.